Ik heb eigenlijk al een montage klaar van Hans Alders. Maar nou wordt mij gevraagd wat ik ervan vind. En ja, wat vind ik ervan? Die man die hangt een heel goed verhaal op. En ik ben niet in de positie dat ik echt goed kan beoordelen in hoeverre dat waar is en of wie de waarheid vertelt. Ik weet alleen dat hij wel zegt, en dat is wat ik al denk, dat die versterkingsoperatie dat dan een hele zware grote operatie is. Hij zegt het zo. Het is zo groot, want als we doorgaan met de gaswinning, en zelfs als we ermee stoppen, hè, dan nog is de seismiciteit niet op. Dus dan moeten we moeten ervoor zorgen dat de huizen veilig zijn. Er is zoveel voor nodig. En ja, nou ja, ik denk dat dat gewoon waar is. En verder heeft hij het over dat er armpje drukken zou kunnen zijn. Dat de verschillende instanties met elkaar in strijd zijn over wie de macht heeft. En daar heb ik laatst een blog over gelezen. Daar ga ik de volgende keer over in. Maar volgens mij speelt hij daarop in. Kijk. Het ergste wat ons allemaal kan overkomen is dat wij in allerlei competentiegevechten komen. Wie is de baas van wie? Dat is armpje drukken, hè? Ja. Wie is hier de baas? Maar het is niet interessant, want er moeten zoveel dingen gebeuren. We hebben daar zoveel mensen voor nodig. Laten we in vredesnaam de energie stoppen in zorgen dat, wat je net zei, de communicatie goed loopt, dat de afspraken worden nagekomen. Alle energie die in andere dingen wordt gestopt, is verkeerde energie. Ja, want wat ik ook tegen hem zei, wat ik van tevoren had duidelijk gemaakt, is dat ik vanuit onze eigen ervaring vragen aan hem zou stellen. En nou heeft hij dat zo geïnterpreteerd dat hij uiteindelijk helemaal keurig zich in ons geval verdiept heeft. Nou, daar gaat het me niet zozeer om. Maar het gaat mij er wel om dat dus die communicatie, want daar gaat hij hierop in, dat zo abominabel slecht geregeld was. En dat ik niet snap hoe zo'n instantie dat zo ongelooflijk slecht geregeld kan hebben. Dat kan ik met mijn bolle hoofd niet bij. Nou, dat heb ik ook al eens eerder gezegd. En nou ja, daar is hij het natuurlijk mee eens. Alleen hij is wel de verantwoordelijke. Dus ik had door moeten vragen. Ik had moeten doorvragen. Ja, maar u regelt dat toch? Maar ik weet niet eens zeker of dat wel zo is. Want het is het CVW. En de NCG is van de overheid en allerlei lokale besturen. En het CVW is van de NAM en weer een ander bedrijf. Dus in hoeverre is Hans Alders daadwerkelijk de baas van het CVW? Terwijl ze daar wel zeggen van ja, nee, dan moet je bij Hans Alders zijn. Dus schiet mij maar leuk. Dus je kunt zeggen, ja, maar het is te groot, dan doen we dus niks. Nee. Dus wat we moeten doen is zeggen, oké, het is ingewikkeld. En we moeten het met elkaar oplossen en laten we in vredesnaam de energie daarin stoppen om dat te doen. En een beetje met vallen en opstaan, dat is waar. Dus er zijn een heleboel dingen die allemaal niet beantwoord kunnen worden. Maar wel beantwoord moeten gaan worden. De enige manier waarop je dat kunt doen is gewoon aan het werk gaan. En er eerlijk over zijn. Ook niet de indruk wekken dat we alles weten, want dat is niet zo. Maar duidelijk, duidelijk. Goeie boodschap. En we moeten aan de slag. Er zit niks anders op. En laten we er proberen iets echt, iets goeds en moois van te maken. Want dat kan als de regering daadwerkelijk over de brug komt. En als we zelf er ook helemaal voor gaan, dan kunnen we er iets goeds van maken. Minus Valdo!
Ja.